Fernandes Groep had graag gewild dat de avondvierdaagse van de bedrijvenvereniging Sport en Spel, BVSS, werd verschoven. Fernandes Groep is de hoofdsponsor van dit evenement. Hierover was al gesproken met de BVSS-leiding, maar die besloot om andere redenen de AVD niet uit te stellen. De Fernandes Groep heeft toch besloten haar naam dit jaar niet uitdrukkelijk te verbinden aan dit evenement dat vanmiddag is begonnen. In het persbericht geeft het bedrijf aan dat de directie van de Fernandes Groep deze beslissing heeft genomen op basis van risicooverwegingen voor zowel de medewerkers en de mensen die betrokken zijn bij de Fernandes hotspot, als ook het publiek dat voor vertier naar de hotspot komt. Het is een zware beslissing geweest voor het bedrijf om zo kort voor het evenement haar activiteiten af te zeggen, vervolgt Fernandes Groep in het persbericht. Fernandes Groep komt haar financiële verplichtingen naar de BVSS wel na. Berichten als zou groepen Fernandes kleding niet mogen gebruiken, worden door het bedrijf tegengesproken. De hotspots, waar Fernandes langs de weg activiteiten zou ontplooien, komen wel te vervallen. Ze begrijpt daarom ook de teleurstelling die dit met zich meebrengt. Als Fernandes zich in de toekomst nog zal koppelen aan dit evenement, is niet duidelijk. Percy Oliveira, voorzitter van de BVSS, gaf gisteren tijdens het programma Panorama aan dat er geen duidelijke redenen aanwezig zijn voor de BVSS om het evenement uit te stellen. Zolang wij als organisatie niet aangeven wat er gebeurt, betekent dat de zaken gewoon doorgaan. Het is zo dat we inderdaad zijn er wat perikelen die spelen, die enigszins misschien de veiligheid zou kunnen beïnvloeden. Daarvoor zijn we bezig te praten met het crisisteam van de politie. Die zullen ons later op de avond aangeven als het inderdaad veilig is voor de lopers op de passieve deelnemers dat de AVD dus doorgaat. In principe op dit moment beschikt de BVSS niet over voldoende argumenten om aan te geven dat eventueel de AVD niet zou doorgaan. Het is misschien goed om te zeggen dat wij als organisatie verantwoordelijkheid hebben voor de 4000 lopers die hebben ingeschreven en voor die samenleving. Ja. Dus er moeten erg veel argumenten op tafel komen die ons omver moeten werpen om te zeggen dat de AVD niet door zou kunnen gaan. Ja. Percy Oliveira, voorzitter van de bedrijvenvereniging Sport en Spel.